Goedenavond allemaal, we staan hier in Klapwijk, hoe heet het ook weer? Stompwijk, wat is het ook weer? Stompwijk, we staan hier in Stompwijk en ik sta hier bij het Krulletje Catering bij de Veen en Vet. En ik loop rond hier achter hebben ze de paarden, het zijn ook de paardenfeesten in dit dorp, Stompwijk. En als je dan omdraait, dan zie je hier dat heel veel Veen en Vet tenten. Hebben hier nog de feesttent achter mij staan. Hebben ze zometeen allemaal artiesten. Maar het feit nou is, de kermis is nog niet open. Dus we zijn eerst te vroeg. Ja, er komt eerst zometeen een optocht in het dorp. Dan komen ze hier aan op het terrein. En dan beginnen de festiviteiten. Dus eerst even Veen en Vet zoeken in het dorp. En dan zometeen hopelijk een rondje op de kermis. Nou, dan sta ik hier bij het Smikkelpaleis. Ja, lekker smikkelen. Is nog niet open. En door. Nou, het Veen en Vet is gearriveerd. Nou, we hebben net eventjes heerlijk Veen en Vet gegeten. En het is hartstikke leuk, weet je of je het achter mij kan zien. Maar het is natuurlijk feest in Klapwijk. Het is ook weer Stompwijk. En heb je hierboven heb je allemaal feestvlaggen hangen. Dus ze hebben allemaal leuke blauw-wit-rode vlaggen. Ja, het ziet er hartstikke gezellig uit. De lokale vlaggen van Klapwijk, Stompwijk. Goedemiddag. Leuk, zijn we inmiddels terug op het kermisterrein. En hij is geopend. Je loopt gewoon eigenlijk tussen de boerenweilanden. Loop je in één keer een terrein op met een kermis en een feesttent. Het is gelijk al super gezellig druk. Dus bij deze een klein rondje over deze kermis. En uiteraard ook de grijpkranen even proberen. Benieuwd of we deze keer wat gaan winnen. En je begint met de Hollandse gebakkraam. Dan hebben we de suikerspinnen. Hier nog de bekende zuurstokken. Ja, en hier de autoscooter. Ja, en hoe kan het ook anders? In Stompwijk hebben ze de botsauto's hernoemd naar de stomauto's. Hartstikke leuk. Ja, en normaal bij de stompauto's hebben ze ook een stompbal. Waar je lekker kan stompen, maar die staat dus bij in Stompwijk niet. Vind ik een beetje jammer. Nou, daar hoort eigenlijk wel bij, hè. Dan staan we hier bij een heel stompzinnig spel. Wat een humor weer in deze bol. En zit ik even te kijken bij de grijpkranen. Heb je hier achter van die enorme grote beren met zulke klauwtjes. Dat kan toch nooit, wat een stompzinnig spel. De grijpkranen. En we gaan het toch even proberen. Nou, de lelijkste knuffel hebben we gevonden. Gaan we daar staat hij, ik weet niet wat het is, een of andere unicorn met hele grote ogen. En de enige gelijk hebben ook van die enorme grote toppen. Dus we gaan weer graaien. Nou, gaat uw gang. Bijna. Het is allemaal mooi dat ding. En nu willen we wel denken wat die klauwen. Het is wel leuk om te vertellen, ja, dit is de laatste poging, maar ik heb laatst een YouTube-filmpje gezien van iemand die dus uitlegde van oké, hoe kunnen ze zo'n kraan helemaal instellen, de grijpkracht, hoeveel volt erop zet, wanneer die loslaat. Dus ik ben benieuwd of de theorie gaat floppen. Als ik het uitgeteld moet hebben, dan zou ik hem nu moeten winnen. De theorie klopt dus. Het is geweldig. We hebben weer een knuffel geworden. Voor mij een keer of 20 graaien. En een keer pak je hem vast. En hebben we op de paardendagen hebben we een soort van paard geworden. Hartstikke leuk. Finale. De mooiste. De vetste. De leukste. De meest langste. Nou, we staan hier bij de Street Dance. Het bankje van de kermis in Klapwijk, Stompwijk. En het is een leuk feitje dat er een beestje op mijn arm loopt. De streetdance heet Bankje, maar in het hoekje heb je ook de breakdance staan en die heet dus ook de streetdance. De eigenaar was volgens mij van der Wiel, weet ik zeker of het nog steeds zo is, maar een leuk feitje, twee streetdansen op één plek.
leuk. Ik heb een kaartje gekocht. We gaan gewoon eventjes. De street dance. Break erin. Ja, persoonlijk ken ik deze molen niet. Ik ben benieuwd naar de ritervaring. Ik moet zeggen, hij ziet er leuk uit. Wat ik ook begrepen is dat ze wat onderdelen van het zijscherm hebben gebruikt van de breaker in Brievliet. En we gaan nu een tempootje maken. Hartstikke leuk. En uiteraard hier nog de kamelenrace. Mag ook niet ontbreken natuurlijk, hè. De Pink Date, ja. Die stonden ook in Nieuw-Vennep. En je moet daar dus gewoon met een touwtje moet je daar dus dingen doorknippen. Ja, ik vind het zelf geen leuk spel. Een attractie die ook niet mag opbeten is natuurlijk het vallen gooien. Ja, dat hoort er altijd natuurlijk een beetje bij. Dan hebben we daar nog allemaal snackbarren staan. En dan heb je hier zo een hele grote feesttent staan. Waar ook wat DJ's en volgens mij ook wat artiesten gaan optreden. Deze bankjes hebben ze net eventjes te snel neergezet, stonden er net nog niet. Ja, en daarachter zie je, hebben ze dus alle evenementen. Volgens mij hebben ze er ook het ringsteken, paardrijden en dat soort dingen allemaal de komende aantal dagen. Lopen we eventjes langs alle vee en vet. En even een kleine sfeerimpressie van deze kermis in Klapwijk, Stompwijk. Goedemiddag.
En in het hoekje weggestopt hebben we hier nog het trampolinespringen voor de kleintjes. En hier hebben we nog de Funny Flight. Een soort van mini Dumbo attractie voor de kleintjes. Hartstikke leuk. En dan loop je hier achterlangs weer naar het parkeerterrein. Je hebt daar achter gewoon een manege. Oh, dat hebben we met de roze paardjes zo gehoord. Nou, dit was de kermis in Klapwijk, Stompwijk. Wat is het allemaal weer? Ik weet het niet, maar de kermis in Stompwijk. Ja, toch ietsjes leuker dan ik verwacht had. Dus natuurlijk een heel evenement om het paarden heen, om de paarden heen. Je mag hier ook absoluut niet praten over paardenvlees en dat soort dingen. Lekker paardenbiefstukje, die kan je hier gewoon niet zeggen. Dat is not done. En eigenlijk is het ook best wel zielig om dat te eten natuurlijk. Dus dat doen we vandaag gewoon eventjes niet. De kermis is toch wel leuk met de street dance, beide street dansen, het wippy en de breakdance. Genoeg eetenten, de feesttent. Ja, dus wel een leuke kleine kermis. Dus vind je de filmpjes dan leuk? Geef even een likeje, een duimpje. Subscribe op mijn kanaal, zou ik hartstikke leuk vinden. En hier vanuit Stompwijk zou ik zeggen tot de volgende vlog. Hoi hoi.